Welkom iedereen op dit Oekraïne-debat van de NSV Leuven, georganiseerd in samenwerking met Rechtsactueel. En de situatie in Oekraïne is natuurlijk een beetje een moeilijk onderwerp, waar de meningen sterk over durven uiteenlopen, ook binnen de radicale nationalistische beweging. Vandaar dat we hier twee sprekers hebben uitgenodigd om daarover in debat te treden. Twee sprekers die dat een zeer sterk geprofileerde mening hebben daarover, die dat ook wel uiteenlopend is. Langs de ene kant Francis van den Einde en langs de andere kant Chris Roman. Dus ja, ik hoop dat jullie hier vanavond iets zullen bijleren en misschien tot een intelligente, doordachte mening kunnen komen over de situatie in Oekraïne. Dank u, Prezes. Dames en heren, beste vrienden, goedenavond hier. Ik ga mij niet te veel een keer de micro bezig houden. Ik denk dat we in deze zaal, als we onze stem voldoende gebruiken, dat we verstaanbaar zijn tot op de laatste rijen. En mijn debattanten, of hoe zal ik het noemen, de kemphanen hiervan voorkennende, hebben die ook een stem die ver genoeg draagt. Hartelijk welkom hier op deze debatavond over Oekraïne en in het bijzonder de crisis daarom. Ik zou de organisatoren willen gelukwensen met dit initiatief, want de crisis Oekraïne is zeer interessant. Zij stelt een aantal dogma's waarmee wij, of toch een aantal onder ons de voorbije tiental jaren gefunctioneerd hebben, fundamenteel in vraag. Zij doet een aantal interessante vragen reizen over de houding van Rusland, de houding van de EU, de richting die eruit moet en vooral natuurlijk, men voelt dat toch wel bij mensen met een nationale reflex, waar onze steun moet liggen, waar onze loyaliteit moet liggen. Het is in dit geval niet zo helder. Ik zou u iets willen zeggen over het praktisch verloop van de avond. Ik stel voor dat ik zo dadelijk eerst het woord ga geven aan de twee mensen hier aan de tafel om hun standpunt toe te lichten. Dan ga ik hen een aantal vragen voorleggen waarop zij elk kunnen antwoorden. En dan rond 9 uur zal dat ongeveer zijn, zou ik graag het woord geven aan u, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Dan kunt u hen vragen voorleggen en dan is het aan om hen het vuur aan de schenen te leggen. Twee sprekers dus, twee interessante mensen. Aan de ene kant Francis van den Einde. Francis van den Einde, die ik niet zal te kort doen wanneer ik hem noem, een telg van de traditionele Vlaamse beweging. Francis van den Einde was daar mijn stamboom, zolang als mijn arm, weder die, voorpost, het Vlaams Blok, daarna het Vlaams Belang. En ik denk dat we mogen zeggen dat hij altijd de klemtoon heeft gelegd op het volksnationale aspect van de nationale strijd. Hij heeft ons altijd gesproken over de Basken, de Bretonen, Catalanen, ook Oekraïners. En ik mag dus wel zeggen dat hij een oogopener is. In die zin natuurlijk dat wij Vlamingen niet alleen naar onze eigen situatie moeten kijken, maar ook over de grenzen moeten kijken. En hij heeft ook altijd een zeer bijzondere belangstelling gehad voor Oekraïne. Hij is dat ook diverse malen geweest als waarnemer voor de OVSE en heeft daar dus wel een aantal mensen ontmoet en inzichten ontwikkeld. Aan mijn andere zijde zit Chris Roman, die ik ook denk ik en hoop ik niet zal tekort doen als ik hem een telg eigenlijk noem van de nieuwe beweging. Hij is minder afkomstig uit die traditionele beweging, maar reflecteert meer die nieuwe beweging. Hij heeft bijvoorbeeld als een van de eerste, denk ik, zeer goede contacten opgebouwd met de toch nogal unieke groep Nation in Wallonië, Waalse nationalisten. Dat is toch niet zo dik gezaaid. En hij heeft de voorbije jaren, denk ik, zeer verdienstelijk werk gedaan met zijn organisatie Eurorus. Hij heeft daar bij een aantal mensen de interesse gewekt voor Rusland. En hij heeft daar een beetje als oogopener gewerkt, want hij heeft ervoor gezorgd dat wij toch met andere ogen zijn beginnen kijken naar Poetin, naar zijn regering, naar de koers die Rusland vaart. Twee heel interessante mensen rond de tafel, denk ik. Voordat ik hen vraag om kort hun standpunt toe te lichten bij de huidige situatie, lijkt het mij nuttig dat ik gewoon heel vlug een paar zaken schets over Oekraïne. Dat is dan de basis, hè, dat hebben we dan gehad, dat moeten zij dan niet echt nadrukkelijk meer behandelen. Oekraïne is een zeer groot land, bijzonder uitgestrekt, heeft 48 miljoen inwoners. Het is een natie waarvan de wortels ver teruggaan. Waar die historisch juist liggen, dat zullen mijn gesprekspartners beter kunnen duiden als ik. Wel nuttig is uiteraard in de huidige crisis dat in 1954 beslist werd dat het gebied dat wij kennen als de Krim werd toegewezen aan Oekraïne, binnen natuurlijk op dat ogenblik die grote Sovjet-Unie, wat niet veel sprake was van inspraak van de bevolking en waar dat natuurlijk vanuit Moskou beslist werd. In 1991,
na de val van de muur is er daar een referendum geweest waar men massaal gekozen heeft voor onafhankelijkheid, met die nuance dat op de Krim de resultaten natuurlijk wel anders waren. Daar koos 40% van de bevolking tegen onafhankelijkheid, allicht uiteraard vooral de Russische bewoners daar. Oekraïne heeft sindsdien een turbulente geschiedenis gekend, waarbij de revolutie die we recent gezien hebben op het Maidanplein absoluut niet de eerste was. De vorige revolutie was dus in 2004, de zogenaamde Oranje Revolutie, waar aan de ene kant Timoshenko zat, dat is die mevrouw met haar grote blonde vlecht, die dan uiteindelijk achteraf in de gevangenis is beland. Haar tegenspeler was toen al de Yanukovych, diezelfde, die nu dus na de revolutie op het Maidanplein uiteindelijk de duimen heeft moeten leggen. Het is ook in die periode dat we die toch nou bijzondere episode hebben gehad. De andere politieke leider was Viktor Yushchenko. Dat is de man die op een bepaald ogenblik zegde dat hij vergiftigd was en die inderdaad toch nogal zeer bizarre gelaatsveranderingen begon te vertonen, waarvoor hij dan uiteindelijk in het Westen behandeld is, vergiftigd of een gevolg van te veel drank. Dat is denk ik nog altijd voer voor discussie. Om toch maar te zeggen dat Oekraïne een zeer turbulente geschiedenis heeft gehad, politieke geschiedenis, de afgelopen 10, 20 jaar, met nu dus als draampunt de Krim. De Krim die op dit ogenblik 2,4 miljoen inwoners heeft, waarvan ongeveer de helft Russen, 600.000 Oekraïners ongeveer, en dan natuurlijk nog een minderheid Krim-Tataren, een heel ingewikkeld verhaal, die zijn min of meer de oorspronkelijke bewoners, maar zijn door Stalin van links en naar rechts gezeuld en zitten daar nu uiteindelijk in een minderheidspositie. Politiek-juridisch is de situatie zo dat Krim zich heeft afgescheiden van Oekraïne. Rusland heeft de Krim verwelkomd als deel van de Russische federatie. Internationaal wordt die situatie op dit ogenblik niet erkend. Dus hoe die situatie verder moet evolueren, dat valt nog te bekijken. Tot zover mijn inleiding. Nu zou ik graag het woord geven aan de gesprekspartners hier. Met gewoon een eerste algemene vraag. Wat is hun standpunt ten overstaan van die situatie vandaag? Hoe zien zij dat? Hoe kijken ze daar naartoe? Ik stel voor dat ik eerst het woord geef aan Francis Rien, dat ik op zijn anciëniteit, dat hij als eerste vertelt zijn standpunt bedoeling en dat ik daarna het woord geef aan het bestuur. Dank u wel, meneer de voorzitter. Senior, dank u wel voor de uitnodiging. En goedenavond, comeditones, alumni. En ook normale mensen in deze zaal. En voor de Russen die hier zouden zijn, zeg ik spasiba, omdat u naar mij komt luisteren. En voor de Oekraïners die hier zouden zijn, zeg ik tjakuju, omdat u de moeite doet om naar mij te komen luisteren. Dit gezegd zijnde, om ter zake te komen, heb ik eerst een vraag aan de voorzitter. Hoeveel tijd hebben wij? Okay, gaat dat willekeurig? Zes minuten, oké. Okay. Om ter zake te komen, weet ik tenminste hoeveel en tijd ik kan aan elk onderwerp besteden. Ik zou eerst een paar zaken willen beklemtonen, omdat er geen misverstand zou zijn. Ik ben geen vriend van de Verenigde Staten. Ik hou niet van Obama en ik hield ook niet van Bush. Ik zou voor de ene nog voor de andere kunnen stemmen. En wie mij wat langer kent, weet dat het heel lang is. Ik heb in mijn vroegere partij daar heel wat verdachtmakingen moeten voor horen. Onder meer van de huidige partijvoorzitter, die dan zei, ja, van den einde, het is een van mei 68. En hij heeft daar een ziekte op gedaan, hij is tegen de Jans. Dat is een eerste zaak. Twee, ik ben niet tegen Rusland. Rusland is voor mij een grote natie. Een natie die deel uitmaakt van Europa, die heel vaak, Europa verdedigd heeft. Af en toe was het anders. Maar laten we zeggen, ik bedoel dan onder Stalin en zo verder. Maar heel vaak heeft Rusland Europa verdedigd. En heeft Rusland slagen geïncasseerd die anders ook West-Europa zouden getroffen hebben. Ik heb ook het grootste respect voor de Russische cultuur. Ik ga hier niet beginnen met Gogol en Dostoevsky te citeren, of grote componisten zoals Mussorgsky. Maar in elk geval, dat mag op voorhand gezegd worden, niet tegen de Russen en ik hou niet van de Amerikaanse politiek. Punt. De derde. Wat denk ik nu van het huidige Rusland?
of beter gezegd, van de rol van Rusland in de crisis in Oekraïne. Eerst en vooral ga ik ervan uit dat Rusland zijn volledig territorium wil en volgens mij heeft het daar recht op. Rusland is een land dat zich uitstrekt van Vladivostok tot Sint-Petersburg. Dus heeft het daar recht op. Het is een groot land en het moet ook als dusdanig behandeld worden en gerespecteerd. En wij hebben als Europeanen, ik bedoel rest-Europeanen, alle belang daarbij. Want als Europeanen moeten wij, naar mijn bescheiden mening, kiezen voor een multipolaire wereld. En die multipolaire wereld die kan er niet alleen door, maar die kan er onder meer komen dankzij Rusland. Dus wij hebben, ik spreek hier niet alleen uit sympathie voor Rusland, maar ook uit, laten we zeggen, Europese gezindheid. En dan bedoel ik natuurlijk niet de EU, met Europa weinig te maken. Maar heeft Rusland recht op zijn volledige territorium? Ja, maar ook niet meer dan dat. Niet meer dan dat. En het probleem is, en dat is niet alleen met Rusland zo, dat is zo met elke grote natie, dat is zo met Frankrijk, dat is zo met Engeland, en dat is zo met Amerika, want dat is geen Europese natie, zet ik even erbuiten. Al die grote naties, die grote culturen, zoals ze dat zelf zeggen vertegenwoordigen, hebben een paar gebreken. Eén daarvan is dat zij niet begrijpen dat er kleinere volken zijn die helemaal geen zin hebben om bij hen aan te sluiten. De Engelsen begrijpen de Oekraïners niet, de Fransen, ook de rechtse Fransen begrijpen de Bretonen niet. Het is nog niet zo lang geleden dat de kleindochter van Jean-Marie Le Pen zei dat ze vond dat die Bretonen toch best geen Bretonse voornamen zouden gebruiken, want dat aantoonde dat ze niet echt in Frankrijk thuis hoorden. En onze Franstaligen begrijpen ook niet waarom dat wij absoluut Nederlands willen praten, terwijl zij toch hun langue internationale, la langue de la logique, la langue de l'amour, enzovoort praten. Ik ben Brusselaar, ik heb die zaken allemaal van heel kortbij meegemaakt. Dat maakt mij daar nog waarschijnlijk gevoeliger over dan anderen, voor dan anderen. Dat is de eerste zaak. Met andere woorden, als wij grote machten hebben in Europa, en we hebben die nodig, en die zijn er sowieso, dan moeten wij er zorgen dat zij tenminste daar respect voor hebben. Wanneer ik hou veel van de Fransen, wie mij kent weet dat ik thuis ben in Frankrijk. Ik ben lid van Grèce sinds 1972, dat is een hele tijd geleden. Maar als het erop aankomt, kies ik voor Bretagne tegen Frankrijk, voor Corsica tegen Frankrijk, voor de Provence tegen Frankrijk en tegenwoordig zelf voor Nice, want daar ontstaat een nationalisme in Nice, omdat die in feite meer Italiaans zijn dan Frans, wel dan kies ik daarvoor. In Groot-Brittannië, weer al mijn leven getuigd daarvan, heb ik altijd partijen gekozen voor Ierland en in het bijzonder voor Noord-Ierland, waar ik vaak in allerlei avonturen terechtgekomen ben die vandaag niet te zeggen. Dus. Voor wat betreft Rusland, kies ik dus voor Rusland, maar ook voor de volkeren die deel uitmaakten van het vorige Russische Rijk. Van het vorige Russische Rijk, dat natuurlijk ouder is dan de Sovjet-Unie. Het Tsarenrijk heeft stil aan Rusland laten groeien in de 17e, 18e, 19e eeuw tot, u weet het, Centraal-Azië. Men heeft dat in feite gekoloniseerd. Ik ken daar, excuseer me, geen ander woord voor. Ik heb sympathie voor die verschillende volken die ook al in de tijd van de Tsaren hun nationaliteit bedreigd waren. De Sovjet-Unie... Dat is 6 minuten. Ja, verdomme. Mijn gezin met mijn zin uitdagen. De Sovjet-Unie heeft op dat vlak de politiek van de Tsaren bedreigd. Heel veel. Want in het begin heeft men nog al die landen onafhankelijk gemaakt. Maar heel gauw is het voor de leger in actie getreden om al die landen gaan te veroveren. En mijn sympathie gaat naar die landen. En een van die landen is Oekraïne. Wat? Dank u, Francis, voor die eerste algemene inleiding. Dus ga ik onmiddellijk over. Ja. Naar de andere kant van de tafel. Ook rechts staan, hè. Dat is gemakkelijk. Ja, voilà. Ik
moet zeggen, met al wat mijn opponent gezegd heeft, ben ik met het merendeel akkoord. Dus het is bijna geen debat meer, ik ga akkoord. Dus ik doe met zijn liefdesverklaring aan Rusland, onthoud ik hier. Heel lang gedaan. Maar ik zal beginnen met een paar principes op een rijtje zetten. Ik bekijk de zaak natuurlijk een beetje geopolitiek en in het belang van Europa. Maar een paar principes. Geopolitiek principe. Wie het hartland, dus dat is daar waar Rusland ligt, hè? Wie het hartland bestuurt, bestuurt Eurasië. Wie Eurasia bestuurt, bestuurt de wereld. Dus geografisch is de ligging waar Rusland nu ligt heel belangrijk. Twee. En ook een principe, maar ik ga heel rechtdoor. Als Rusland valt, dan valt Europa. Als Europa valt, valt eigenlijk heel de wereld. En dan vervallen we in een unipolaire staat, waar bijvoorbeeld de VS alle macht hebben en met alle volkeren kunnen doen wat zij willen. En dan verliezen wij al onze vrijheden. Dat zijn mijn twee principes. Vandaag stellen we vast dat er in Europa één macht is. Eén. En zelfs in de wereld één macht is die eigenlijk de Europese waarden en tradities beschermt. Rusland staat vandaag aan de voorhoede van de strijd voor toch, laten we zeggen, gezinswaarden, morele waarden. In Rusland wordt er actieve gezinspolitiek gevoerd, in de rest van Europa niet. Die gezinspolitiek houdt ook in dat de ouders effectief toch een mooie som krijgen voor hun kinderen. De gezinspolitiek houdt ook in dat bijvoorbeeld wie zich in de slaapkamer een beetje alternatief parkeert, dat die daarmee op de straat niet te veel moet naar buiten komen. Thuis doet wat je wilt, maar op de straat moet je er niet aan tonen. En zeker aan de uitgangen van de scholen van de kinderen, daar moet je wegblijven. Rusland is ook het enige land dat bepaalde, ik zou zeggen, rijke financiers het leven tracht zuur te maken. Om een voorbeeld te geven, Soros staat nu op de zwarte lijst. Terecht. Daar gaan we ook over terug. Soros staat op de zwarte lijst. Welk ander land durft, ik zou bijna zeggen, een pion van de Rothschild-klan, wie durft die zeggen van, als je naar hier komt, ga je gewoon in de zin. Wie doet dat? Een ander punt is ook, ik denk uiteraard als volksnationalist, voor een stuk, maar ik denk ook Europees. Want ik denk dat de tijd van de stadstaten ver achter ons ligt. We veranderen onafhankelijk, daar heb ik, wie mij kent weet dat, heb ik absoluut geen moeite mee, mag dat zeggen. Maar ik zie ook alles in een, je moet zo zien, hè? Je moet eigenlijk lokaal denken, lokaal uitvoeren, maar globaal denken. Als wij ons afsluiten in een klein Vlaanderen, in een klein Oekraïne, en wij verliezen onze Europese banden, dan vrees ik dat wij in de wereld van vandaag het zeer moeilijk gaan krijgen. Ergens zijn de Europese volkeren verplicht om op een of andere manier dingen samen te doen. We kunnen niet anders. Want je moet weten, hoe gaan wij anders die Amerikaanse macht tegenhouden? Hè? Alleen dankzij Rusland, zijn we in staat om die Amerikaanse unipolaire droom te breken. Zowel economisch als Rusland heeft alles. Hè. Rusland heeft grondstoffen, Rusland heeft daar ook volk rond genoeg. Rusland heeft een sterk leger, die is er nu 2 jaar wacht. En ik denk dat zij in staat zijn om, om als grote broer heel veel goed te doen voor Europa. Dank u, Chris. Heren, dank u voor deze algemene inleiding, die wel interessant is om te weten hoe jullie, door welke bril jullie eigenlijk naar de crisis op de Krim en Oekraïne kijken. Maar, eerlijk gezegd, ik heb het gevoel dat we nog niet echt in Oekraïne zelf zitten. Dus ik zou jullie nu nog een paar concrete vragen willen voorleggen. Vanuit jullie visie, kunt je ons daar een keer een antwoord op geven? Laten we zeggen, de 4 chronologische stappen. Ten eerste, er is een revolutie geweest op het Maidanplein, die niet altijd even fraai was om te zien. Men heeft de president daar
met serieuze, stevige middelen verjaagd. Vinden jullie dat terecht? Vinden jullie dat onterecht? Twee, de Krim heeft gezegd, goed, als dat zo zit, dan mogen wij dat ook. De Krim heeft zich afgescheurd. Wat vinden jullie daarvan? Was dat terecht? Was dat onterecht? Drie, vervolgens is er duidelijk een bezetting gekomen met Russische troepen van de Krim. Eerst een beetje verdoken, dan in alle openheid. Is dat terecht? Is dat onterecht? Wat doen die troepen daar? Zijn die daar met recht en reden? En tenslotte is er de stap gezet waarbij gezegd is, de Krim is nu aangesloten bij Rusland, door Rusland aanvaard. Is dat terecht of is dat onterecht? Ik denk dat we daar eerst nog van jullie beiden een duidelijk antwoord op moeten hebben, om dan dat nog ietsje verder te hebben. Misschien eerst terug de vraag aan Francis. Ja, als je mij toelaat, wil ik toch eventjes zeggen waarom ik dat straks bij Soros zei terecht. Dat was niet voor de argumenten die door Kies aangehaald werden. Eerlijk gezegd, dat geloof ik ze niet. Maar ik heb in Georgië, later in Oekraïne ook, maar in Georgië was ik bij de Grozner revolutie aanwezig. En ik heb gezien hoe daar die revolutie, die volgens mij terecht gevoerd werd, hè, laat eigenlijk zo bestaan, geen twijfel op bestaan, hoe dat toch gemanipuleerd werd van buitenuit met het geld van de heer Soros. En als ik zeg het geld van de heer Soros, dan geloof ik dat niet. Volgens mij was dat gewoon het geld van de CIA, dat passeerde langs meneer Soros. Enfin, goed. Ik ga daar nu geen details over geven, want we gaan hier anders te ver gaan. Wie dat ooit wil horen van mij, ik kan dat vertellen. Maar ik kan u verzekeren, dat was magnifiek, magnifiek qua organisatie van manipulatie. Je moest echt moeite doen om het door te hebben. Dit gezegd zijnde. De eerste vraag was de revolutie. Ja, een revolutie is iets waar men altijd over kan zeggen dat ze onterecht is. Want een revolutie is nooit een democratisch feit. Nooit. Geen enkele revolutie. Het enige wat ik kan zeggen over de revolutie van het Maidanplein, dat is dat ik er een andere meegemaakt heb. Op hetzelfde plein trouwens, dat was de Oranje Revolutie, daar stond ik middenin. Neutraal ook, gewoon als toeschouwer. Ik heb daar niet mee gevochten, ik was daarvoor door de OVSE. Maar in elk geval, ik stond er middenin. Dat is dat het vorige bestuur van Oekraïne, namelijk dat van Yukanovich, sorry, zeer corrupt was. Dat zeer corrupt was. Yukanovich kwam trouwens uit de misdaadwereld en werd gesteund vanuit Oost-Oekraïne, niet zozeer door de mensen, maar door de oligarchieën. Waar ik wel op wil aantrekken, voorzitter, de hoofdfiguur van de Oranje Revolutie was niet Julia Timoshenko. Het was Yushchenko himself. En ik heb Yushchenko gezien en ik twijfel daar niet aan, dat was niet het gezicht van iemand die zwaar gedronken had. Daar kan ik, als je iemand een gezicht ziet dat helemaal stijf is, dat heeft niks te maken met alcohol. We hebben allebei al veel alcohol gedronken in Oostzee, nee, we hebben dat nooit niet voor gehad. Dat is het argument, dat geeft toe. Dat was Yushchenko. Die is aan de macht gekomen omdat de eerste verkiezing, en ik was daarbij, en die vond, de eerste verkiezing heeft hij verloren, die waren vervalst. Ik heb dat zelf gezien, ik wil daarvan getuigen. Daarin, voor de verkiezingen na de Oranje-revolutie heeft hij gewonnen. Nu, zijn beleid is niet geworden wat de Oekraïners wilden. En de verkiezingen, daarom is hij eraf gevlogen en is zijn vroegere tegenstander, Yukanovich, terug aan de macht gekomen. Gewoon omdat hij toen de meeste stemmen had. Dat kan niemand betwisten. Wat is er gebeurd? Heel de zaak is dat de politiek die hij gevoerd heeft op een zeekoning niet meer de politiek was die duidelijk gewild werd door een meerderheid. Ik weet dat niet, er zijn ook geen verkiezingen geweest. Maar in elk geval door een massa Oekraïners die voor zeer begrijpelijke redenen, niet voor ons begrijpelijk, maar voor hen zeer begrijpelijk, eerder bij Europa willen aanschouwen. Excuseer mij, maar ze hebben nogal wat ervaringen gehad met de Russen. En ze hebben daar slechte ervaringen mee gehad. Ik wil niet over hongersnoden en zo verder, holodomors en zo spreken, maar in elk geval, ze zijn dat allemaal niet vergeten.
En dat geldt trouwens, die opmerking, voor alle andere voormalige Sovjet-republieken. Ik heb het dan over de Baltische republieken en zo verder. Dus er is een opstand gekomen. Hoe die gebeurd is, een opstand gebeurt nooit vredelievend, niet met palmtakjes. Dus ja, er is gebeurd wat er is gebeurd. Ik had een indruk dat de politiediensten daar ook niet van de zachtste waren. En ik ga mij niet beginnen discussiëren over het feit dat er scherpschutters van de opposanten schoten op de opposanten om dan de anderen een slechte naam te geven. Daar gaan we, dat zijn verhaaltjes waar ik persoonlijk niet in geloof heb, maar waar niemand toch echt kan bewijzen. Dus ik ga dat laten vallen. Uw tweede vraag ging over het recht op afscheuren van de Krim. De Krim, laat ons eerlijk zeggen, is geen eenvoudig verhaal. U spreekt van de Krim, de oudste bewoners van de Krim zijn de Tataren. Klopt, maar het zijn de oudste bewoners niet. De oudste bewoners waren de Goten, die voor de volksverhuizing daar woonden. By the way, Adolf Hitler droomde ervan van de Zuid-Tirolers op de Krim te vestigen. Omdat ze in Zuid-Tirol... En hij zei, het zijn toch boeren en het is daar goede landbouw, kom, we gaan die daar zetten. Gelukkig is dat niet doorgegaan. Nog voor de Krim, maar voor de Zuid-Tirolers. Maar enfin, goed. De oudste blijvende bevolking daar zijn inderdaad de Krim-Tataren. Ik heb met die mensen gepraat. Men zegt dan, ja, dat zijn allemaal moslims. Ja, maar eerlijk gezegd, dat zijn moslims die niet zeer militant zijn. Ik heb in de verschillende, ik heb in Simferopol rondgereden, ik heb Sebastopol gezien. Ik heb geen moskee gezien. Ik denk dat er minder moskeeën zijn op de Krim als in Antwerpen. Maar ik ben daar niet zeker van. Ik wil, als mijn opponent mij straks tegenspreekt en zegt dat dat er wel is, dan wil ik dat afhalen, want ik heb daar niet speciaal naar moskeeën gezocht. Maar ze kwamen alleszins niet zeer militant islamitisch. Wat ze wel waren, was, ze waren als de dood voor de Russen. Als de dood. Want ze hebben allemaal nog 1944 het feit dat Stalin, toen ze voor vermeende collaboratie met de Duitsers, allemaal massaal in zeer onmenselijke omstandigheden naar Siberië gestuurd heeft. In de jaren 70 zijn er acties begonnen in Rusland, om door dissidenten om die mensen terug te krijgen, onder meer, en ik heb nog altijd eerbied voor de man, voor generaal Grigorenko, een held uit de grote Vaderlandse Oorlog die zich ingezet heeft voor de Krim-Tartaren. Ze zijn dan stilaan beginnen terug te keren om vast te stellen dat hun woningen bezet werden door nieuwe Russische immigranten. Bom, ze hebben zich daar toch gevestigd, er zijn er nu een 300.000, zegt de ene, 350.000, zegt de andere. Het is alleszins een minderheid. Dat is één zaak. Tweede zaak, en de Russen. De Krim is veroverd door de Russen op het einde van de 18e eeuw, namelijk door Catharina de Grote. U weet wel, dat was een Duitse van oorsprong, die de neiging had van nogal wanziek te zijn, maar die een grote tsarina was en die Rusland wil uitbouwen en dus havens zou hebben op de Zwarte Zee, wat ik best begrijp. En dus ook de Krim veroverd heeft. Er is daarna een Russische immigratie geweest, maar ook een Oekraïense immigratie. Trouwens, Oekraïne was toen een deel van het Russisch Rijk, dus logisch dat Rusland zelfs Oekraïners daar naartoe stuurde. Dat is allemaal gebleven tot, over die sukkelaars in Krim, dat is allemaal zo ongeveer gebleven, tot, laten we zeggen, de onafhankelijkheid van Oekraïne, waar het parlement van de Krim, want ze hadden een eigen parlement, in grote meerderheid gestemd heeft voor de onafhankelijkheid en waar het referendum over onafhankelijkheid in verhouding tot de rest van... Vlaams nationalisten, in het begin nou, duidelijk voor die Kosovaarse UCK hebben gestemd, hè? Heel duidelijk, hè? Er was een actie op VTM en ze hebben nog 50.000 frank gegeven. Ze hebben ze niet aanvaard, dat doet er niet toe. Dus Kosovo is een precedent. Voilà. De bombardementen op Servië, dat is een precedent. Daaruit volgt de onafhankelijkheid van Abkhazie, van Zuid-Ossetië, die nog altijd onafhankelijk zijn, voorlopig. Die zijn niet onafhankelijk? Nee, juridisch formeel niet. Die maken deel uit van de Sovjet-Unie, van Rusland, excuseer. Maar in de praktijk, ja. In de praktijk, nee. In de praktijk zijn we juridisch onafhankelijk. Onafhankelijke landen.
onafhankelijk. Er natuurlijk. Zijn nog twee andere landen in de wereld, maar... Ja, voilà. Ja. Okay. Die zijn onafhankelijk. Dus, en nu komt er een ander punt, de Krim. Want wat heeft Poetin zelf gezegd? Ja, maar vandaag gaan ze begonnen met Kosovo. Daar is begonnen. Goed, ja. Ik zag terug vragen. Mag ik toch even reageren? Kosovo, heel graag citeren. Dat is juist dat. Kosovo toont aan hoe hypocriet de Europese Unie is. Ze is dat trouwens ook, want een referendum in Catalonië had ze ook niet aanvaarden. Hoe hypocriet. Maar Rusland is het even. Want Rusland heeft Kosovo, die onafhankelijkheid die u hier aanklaagt, niet willen gunnen. Ondanks het feit dat bij referendum de meerderheid voor die onafhankelijkheid heeft gestemd. En in de Krim wordt dat dan weer verdedigd. Laat ons eerlijk zijn, het gaat over machtspolitiek. En wat betreft die transnationale politici die Kosovo gesteund hebben, ik weet niet over wie u het hebt. Ik weet alleen maar dat de voormalige Volksunie nogal wat sympathie had voor de Albanese in Kosovo. Alleen zij, of dat is er geld voor je, en dat weet ik niet. Het Frans Blok? Nee. Voor 50.000 frank willen geven. Nooit meer. Ja? Ja. Nu, goed, ik ben niet meer bij het Frans Blok, ik moet die partij, die trouwens niet meer bestaat, niet verdedigen. Nee. Maar ik heb dat nooit geweten, want ik zou me daar trouwens tegen verzet hebben. Nu. Met die VTM-actie? Waar ze heel veel geld hebben ingezameld, dat Frans Blok wilde 50.000. Ik denk dat je in een andere zaak verwacht. Nee, Kosovo. Maar goed, dat is een detail in de zaak. Nu, wat betreft de oorsprong van de Krim, ja, eens zelgen en zo, dat is allemaal gemakkelijk gezegd. In feite is het een moeilijke zaak. De Russen in de Krim zijn immigranten. Ik geef toe dat er wij zijn die al zeer lang daar immigrant zijn, hè? Dat geef ik toe. En je kunt die mensen daarom niet zomaar een immigrantenstatuut geven. Maar het probleem is dat diezelfde Russische immigranten ook in bijvoorbeeld Letland zitten, Litouwen, Estland en zo verder. En dat zijn ook mensen die zeggen, ja, in ene keer ik ben Rus en in ene keer ben ik in een ander land terechtgekomen. Die kunnen net datzelfde liedje zingen. En daar heb ik schrik voor dat de Krim, en dat is een van de redenen waarom ik zoveel problemen maak om de Krim, dat is dat de Krim maar een eerste stap is, dat men binnenkort weer gans het oude Tsarenrijk of het Stalinrijk, ik wil zelf niet te veel de naam krijgen op Stalin, want dat komt zo demagogisch over, gaat terug opbouwen. Dat is niet de eerste keer in de geschiedenis. 1917, 1918 zijn al die landen onafhankelijk geworden onder Lenin. Een beetje onder Duitse druk, maar niet overal onder Duitse druk. Want de Duitsers hadden zich niet te moeien met Kazachstan bijvoorbeeld. Maar de bolsjewistische ideologie was zelfbeschikking. Maar dat heeft maar 2 jaar geduurd. Over het Rode Leger heeft alles teruggepakt, want ze hadden hem weer naar het Rijk. Hè? Dankjewel. Interessant. Maar we gaan terug naar de zaal. Ik zag nog vingers omhoog gaan. Iets bij je wat. Ja, mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Waarom moeten de Russen die in Oekraïne wonen onder, laten we zeggen, onder Poetins vleugels eigenlijk Heinrichs Rijk komen? Hè? Als ik zo een beetje dat mag zeggen. Als je weet dat bijvoorbeeld Klitschko zelf een immigrant is, een Russische immigrant, die een van de leiders is van de oppositie, Uda, vuistslag, dat was een bokser. Hij kan zichzelf heel goed verdedigen tegen Oekraïners, tegen Russen, tegen wat dan ook. Dus eigenlijk is dat een beetje een heel... ik vind het debat nogal een beetje zwart-wit. Als u weet ook dat de helft van Maidan Russisch-talig was, dat u weet dat de Pravi sector ook voor een groot deel Russisch-talig is, die staan eigenlijk niet tegenover elkaar, hè? De Oekraïners of de Oekraïnstaligen tegen de Russisch-taligen. Dus mijn vraag is, waarom is het dan nodig dat al die gebieden al terug, dat de grens moet verlegd worden en dat Oekraïne moet verdeeld worden tussen een Oekraïns gedeelte en een Russisch gedeelte. En dan nog eens te weten dat Oekraïne altijd eigenlijk een veelvolkerenstaat geweest is. Er zitten ook Roemenen, er zitten
Er zitten Hongaren, er zit van alles eigenlijk, Wit-Russen, Duitsers. Odessa is gesticht door een Fransman. Hè? Het stratenplan van Odessa is getekend door een Nederlander, enzovoort, enzovoort. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje vreemd dat men hier ineens helemaal in, laten we zeggen, een discussie duikt zonder de geschiedenis te kennen van die streek. De Kozakken, dat waren eigenlijk ook geen Oekraïners of Russen of wat dan ook, dat waren gewoon gevluchte lijfeigenen die onder het Russisch bewind eigenlijk vandaan wouden. Om van onder dat juk te komen. En ik ga even stoppen en ik ga even de vraag stellen aan Chris en misschien vraagt hij zelfs. Ik ga u een. Je moet dat dan ook geen politiek bekijken. Hè? En ook, je moet in heel die zaken de belangen van Rusland bekijken. Waarom? Zij handelen dus, je moet hen begrijpen. Rusland, zeker Poetin, tracht al meer dan 10 jaar de hand te reiken aan Europa. En die hand die wordt stevast geweigerd. Want Europa, door middel van de EU en de NATO, is gewoon vazalgebied van de VS. Kort door de bocht, maar zo mogen we het een beetje beschouwen. Ik heb het over de politici. Met het dreigen van het ondertekenen van het associatieverdrag, want daar is mee begonnen, hè, mensen, dat is nog niet aan bod gekomen, hè? Het associatieverdrag. Hè? Wat stond daarin? Daarin stond dat Oekraïne eigenlijk niet rechtstreeks lid zou worden van de EU, maar Oekraïne zou eigenlijk een kolonie worden van de EU. De visumplicht voor Oekraïners om daarheen te komen zou niet worden veranderd, dat blijft. Wat is er nog? De markten gaan open. Je moet weten dat Oekraïne en Rusland hebben eigenlijk een open grens. Hadden dat. Geen douane, alle producten konden binnen. Heel vrij. Zoals de Benelux ook in het begin wat. Hè. Als Oekraïne een of andere status, een deel wordt van de EU, dan komen bijvoorbeeld al die goedkope, overgesubsidieerde landbouwproducten Oekraïne binnen. Ik ga een voorbeeld geven. Melk zou eigenlijk dubbel zoveel moeten kosten dan nu. Leidt er niet voor, hè? Maar als moesten die boeren niet gesubsidieerd zijn, dan kost melk dubbel zo duur. Als je naar Oost-Europa gaat, dan wel dat is de prijs die je betaalt. Want die is niet gesubsidieerd. Dus, ten eerste, die Oekraïense producten die zouden dan weggezuiverd worden door goedkope Europese producten. En via die open grens tussen Oekraïne en Rusland zouden al die producten zelfs de Russische interne markt ondermijnen. Het associatieverdrag zegt ook, dat is een ander detail, dat de Oekraïne heel zijn infrastructuur moet veranderen. Dit zal neerkomen op 160 miljard frank te doen binnen de 4 jaar. Goed, alleen. Zeker? Maar, nu gaan we, waarom zijn de Russen nu zo ambetant? Met Janukovic aan de macht waren ze nog een klein beetje op hun gemak. Janukovic is geen erge, maar die zou de Russen niet veel in de weg leggen. Janukovic was geen pion van de Russen. Want die schippen dat tussen de twee, die wou eigenlijk met beide goede marges zijn. Nu met die Maidaners aan de macht, die dus alle rechten van de Russen onmiddellijk willen afpakken, dus al die minderheden, wetten, die worden gewoon afgeschaft, alles Oekraïens, van A tot Z. Dat is een beetje zoals het België van 1830, alles in Frans, en gedaan met de rest. Er waren ook plannen om in Kharkov, je moet eens een kaart nemen, in Kharkov, dat is aan de grens met Rusland, een NATO-basis te bouwen. Als in Kharkov een NATO-basis komt, dan bevinden de vliegtuigen zich op 15 minuten van Moskou. Dat wil zeggen, op zo'n korte actieradius is het zeer moeilijk om de Russische hoofdstad te verdedigen. Kharkov zou dan als NATO-basis een pistool geworden zijn op het hart van Rusland. Op het hart van Moskou. Hè. De Amerikanen hadden via manipulatie ambitie om op termijn, 2017 eigenlijk al, om te beginnen, de Russische vloot uit Sevastopol weg te jagen en daar de Amerikaanse te plaatsen. Dus van Oekraïense onafhankelijkheid was echt weinig sprake. Het was gewoon de Russen vervangen door de Amerikanen. Als ik mijn geachte opponent moet geloven, dan is de Russische invasie erin geweest om Oekraïne zijn onafhankelijkheid te vragen.
neem mij niet kwalijk, hè. Hier de zaken toch een klein beetje op een geitje gaan zetten. Indien, ik zeg wel indien het al zo zou geweest zijn, dat de EU, de economie en de ganse economische structuur van Oekraïne zou ondermijnen, omdat Oekraïne zo dom zou geweest zijn, op de voorwaardelijke zin, om dat te aanvaarden, dan was dat eerst en vooral de zaak van Oekraïne. En ten tweede was dat zeer eenvoudig oplossen. Als de Russen zich daarover rijpen, dan sluiten ze hun grenzen met Oekraïne, hun economische grenzen. En dan is dat gedaan, dat probleem. Daarvoor moet je het leger niet inzetten. Die NAVO-basis in Kharkov, neem mij niet kwalijk, dat lijkt mij een klein beetje bij het haar getrokken. Ik heb er niet veel meer, dus respecteerbaar een klein beetje toch. Maar bovendien, een NAVO-basis in Kharkov, gezegd een kwartier van Moskou. Er zijn NAVO-basissen in Noorwegen, die zijn even kort bij Moskou. Die zijn even kort bij Moskou. Gaan we dan mogen verwachten dat de Russen Noorwegen binnenvallen? Geloof dat niet, geloof dat niet. Volgens mij ligt de essentie, de vraag is een goede vraag geweest, ligt de essentie zuiver bij machtspolitiek. Laat ons eerlijk zijn. Indien de EU, die hypocriete boel, ik zou zeggen die papieren tijger, dat is niet meer dan dat, van de EU, daar die opstand gaan steunen is, dan is dat inderdaad om machtspolitiek. En die in Rusland plots daar militair gebruik wil maken van de rellen op het Maidanplein om daar militair in te grijpen en de Krim in te grijpen, dan is dat ook een kwestie van machtspolitiek. De Rusland wil aanwezig zijn daar, wil zijn rijk vergroten. Dat is zo eenvoudig. Dat is een traditie en ik kan daar zelf een beetje begrip voor hebben. Hè? Een van de grote problemen van Rusland is dat het jij spreekt daar straks van geopolitiek, is dat het een enorme macht is, maar het is een continentale macht. Het is zeker geen thalassocratie. Mm-hmm. En bij gevolg, ja, voelt het zich permanent bedreigd. En er bestaat zoiets door de geschiedenis heen als een soort paranoia op dat vlak, want Rusland kan de zee niet op. En dus wil men absoluut aan die Zwarte Zee geraken. Maar ze waren daar. En ik geloof niet dat Oekraïne, het kleine Oekraïne, relatief klein, want het is ongeveer zo groot als Frankrijk, maar in verhouding tot Rusland, de lef zou gehad hebben om de Russen zomaar buiten te schotten uit die basis van Sebastopol. Net zoals ik mij toch niet kan inbeelden dat die Oekraïners, die brave Russen, zomaar zat daar af voor het drukken op tafel. Ik kan je wat zeggen, hè. Ik heb Russen ontmoet in Oekraïne, Russofonen bedoel ik. En misschien etnische Russen ook. Ik heb etnische Russen ontmoet in Letland. Ik heb etnische Russen ontmoet in Litouwen. Ik heb telkens gevraagd, ik ben geobsedeerd door taalproblemen, dus dat komt door mijn oorsprong. Hè. Telkens gevraagd, kent u Lets, spreekt u Litouwen, spreekt u... En telkens het antwoord nee. En het argument was exact het antwoord dat ik van de Franstaligen in Brussel op. Nee, want dat is een taal die niemand spreekt buiten hier. Nee, want of iedereen verstaat mij als ik Russisch spreek. Er is daar een probleem van zich niet aan te passen. En ik zou willen pleiten voor Oekraïne. Echt waar, voor tweetaligheid. Meen dat. Want dat zou een stuk van de oplossing kunnen zijn. Alleen maar als Vlaming, sorry. Ik weet wat dat betekent, tweetaligheid. Ik heb dat meegemaakt. Niet alleen zelf, maar in mijn geschiedenis. En dan zeg ik, nee, sorry, een tweetalig systeem eindigt altijd in de dominantie van de belangrijkste taal. Dat is bij ons het Frans, was bij ons het Frans, en is het nog, in Zwitserland ook. Zelfs de Duitsstalige Zwitsers klagen daarover. Dat is overal hetzelfde. Dat was in Ierland met het Engels en zo verder. En dan begrijp ik dat men zegt, ja, we gaan toch vanuit Oekraïens de administratieve taal maken. Anderzijds spreekt elke Oekraïne Russisch. Want zo, ze zijn tweetalig. Ze zijn zo lang Russisch geweest. De Sovjet-Unie heeft daar zo lang geheerst dat iedereen nog altijd Russisch kent, behalve misschien de kleinste kind. Ik zou terug naar een andere kant willen gaan, want Chris die zat hier om hier te komen nog iets te beantwoorden in elkaar. Ja, want u zei daar iets van, ja, maar die Russen voelen zich altijd omsingeld en omringd. Ik heb hier een klein kaartje voor. Ik weet niet of u het kan zien. Rusland, de wereld, allee,
Amerika valt eraf, hoor. Allemaal, al die blauwe puntjes zijn NAVO-basissen. Ja. Maar Rusland wordt niet omsingeld, hè? Nee, nee. Eens kijken. Begrijpt u? En ik zal nu de woorden van Poetin herhalen. Want als iemand iets goed doet, doet hij goed. Doet hij niet goed, doet hij niet goed. Hè? Dus ik ben met die man niet getrouwd. Hij zal het alles niet willen. En het Westen heeft een rode lijn overschreden. En de Russische beer, die kan af en toe wel een keer een blok krijgen. Die kan dat tegen trouwens. Maar als hij boos is, dan staat hij recht. En dan maakt hij alles goed. Alleen, dan neemt hij revenge. Tot voor iets wat nog eeuwig geleden gebeurd is ook. En vandaag zitten we in een positie dat Rusland vanaf 1991 eigenlijk constant wordt beschimpt, uitgelachen. Ter tijde van Jeltsin was dat echt rampzalig. Ik weet nog goed dat Bill Clinton, dat hij dus toch met Jeltsin daar, dat hij plat lag aan het lachen. De ene goed zat en de andere werkt het niet. Ik moet zeggen, nu met Poetin aan de macht, is het toch een ander Rusland. Het is een land dat eigenlijk de Russen terug fierheid geeft. En de Russische beer die is nu zodanig boos dat hij zegt: EU en NATO, ik heb zoveel beloofd. In 1991 was er beloofd van niet op te schuiven richting Oost-Europa. 6 maanden later begonnen de eerste Oost-Europese landen lid te worden van de NATO. Dit is een mes in de rug van de Russen. Alle beloftes die de Amerikanen gedaan hebben, worden gebroken. De Amerikanen die zeiden: Rusland trekt uw leger terug en wij gaan niet komen. De Russen hebben hun contract uitgevoerd. Alle Russen zijn daar weg. Ja, boven Sevastopol, want dat was een apart contract. Maar alle Russen hebben hun basis opgebroken en zijn weg. In de plaats zijn Amerikanen gekomen. En met die Amerikanen alle vormen van westerse decadentie. Ik zie het verschil ook al. Ik ben ooit in Kiev geweest. Het zal nu anders zijn, hè? En ik denk nu dat Rusland terecht, naar mijn mening, daar nog Donetsk en Kharkov gaat bijnemen. Plus nog een keer Transnistrië in Moldavië daar. En Odessa. En Litouwen en Letland. Litouwen, daar ben ik niet zeker van. Ja, weet wel. En Alaska. Goed. Ah, Alaska misschien. Zie je het? Voor mij mogen. Ik zou wel liever dan een ander vragen. Ja, maar gewoon contribueren, want dat was mijn vraag, dus dan sluit ik dat af. Dan concludeer ik hieruit, heel kort, dat Poetin eigenlijk verloren heeft. Want hij levert momenteel Oekraïne uit aan de Europese Unie en aan de NAVO. En hoe doet hij dat? Door gewoon stomweg eigenlijk te doen. Wat, maar dat is begonnen voordat Poetin ageerde. Nee. Dat was een reactie. Maidan was eigenlijk een aanval op Janukovic. Ja. Op een politiek van Janukovic, was een intern probleem. Dat ging over corruptie en dat ging over het associatieverdrag. Dus naakt is, de EU heeft ook een associatieverdrag met Rusland. Hetzelfde associatieverdrag. Juist hetzelfde. Dus als het een zijn land. Goed, dank u wel. Ik zie dat nog. Mijn vraag is eigenlijk, meneer Roman. In het begin van uw betoog had u twee zaken aangediend. En u zegt, een van die twee was, als Rusland valt, valt Europa. U kunt u daar even verduidelijken waarom Europa zou vallen indien Rusland valt? Dat is, ik ga dat proberen kort te zijn, hè, want daar was daar boeken over van 800 pagina's, die dat uitleggen. Ik ga dat nu niet doen. Maar, je moet kijken naar de wereldkaart. En op die kaart, daar bevinden zich een aantal wereldmachten. De grootste wereldmacht is de VS. De VS die dacht in 1991, wij hebben gewonnen. Iedereen valt met economische middelen, surtout economische middelen, maar ook militaire. Iedereen valt als een rijpe appel in onze liberale schoot. Dat dachten de Amerikanen. Alle energie, vele energieproducten, benzine, olie en zo, worden met dollars betaald. Europa leidt eigenlijk, mijn visie, Europa leidt onder de Amerikaanse bezetting. Want wij hebben dat blijkbaar niet door, hè? Dat wij bezet zijn. Je moet maar een keer je tv opzetten. En rond 5 uur gaan de zappen. Van het eerste naar al die 8 of 9 of 10 Vlaamse kanalen. Pak die maar. Dan ziet je de ene lumpe, domme Amerikaanse serie na de andere.
Gelukkig heeft ze de lachband, want het is om te huilen, hè. Zie je? Dat is al culturele bezetting. In de straten, moet je eens kijken. Al de autochtone winkeltjes, die gaan allemaal failliet in functie van wat wij noemen groot kapitaal. Ik kan een vraag stellen aan jullie. Weet je dat? Hoeveel Amerikaanse militairen er in Europa zijn? 140.000. Weet je hoeveel Amerikaanse militairen in België gestationeerd zijn? 1300. Wikipedia, oké? Okay? Ik vind die cijfers niet uit, hè? Hoeveel Russische militairen zijn er in West-Europa? En buiten Oekraïne, in de rest van Europa? Buiten de Krim. Hoeveel? Hoeveel Russen? Nul. Waar is het gevaar? Dus de Russen houden zich correct aan hun afspraken. Nu, om op te komen tegen toch een sterk China, die ons overspoelt met goedkope rommel, wat allemaal kapot als scheef trekt binnen de 5 minuten, als je dat klopt, en een Amerikaans, toch een Amerikaans imperium, is er maar één manier waar wij als Europeanen, als groep van Europese volkeren, het kunnen overleven. Vergeet niet, er is nog een andere factor die meespeelt. We hebben ook te lijden onder een enorme toestroom van massa-immigratie. Zertoe vanuit Afrika, in onze streken. Dus dat zijn allemaal zaken die meetellen. Om daar weerstand tegenover te bieden, moeten we eigenlijk iets maken zoals, ik zou bijna zeggen, Fort Europa. Dat wil zeggen, Europese grenzen moeten totaal afgesloten worden, maar Europese grenzen van Gibraltar tot Vladivostok. Want als je die ruimte bekijkt op de kaart, dan stel je vast dat binnen die ruimte leeft er genoeg volk om iets op te bouwen, is er culturele, technische know-how, is er voedsel, is er energie, is alles aanwezig. Dat kun je alleen maar doen met Rusland. Heeft het te maken met grondstoffen? Natuurlijk, met grondstoffen, ja. En dat heeft ook te maken met het feit dat als een of ander leger morgen Vlaanderen aanvalt, dan vrees ik dat we het niet gaan halen. Of het zal moeten Luxemburg zijn. Zie je? Als een Amerikaans leger morgen Vlaanderen aanvalt, dan halen we het niet. En zegt niet dat het niet gebeurt, hè. In Servië weten ze het. Dat een Europees land. Daar weten ze het. Maar, als je de paraplu krijgt van grote broer, dan wordt het dan veel moeilijker. Als er een Europees leger zou gemaakt worden, ter vervanging van de NAVO, een Europees leger, en daar zit het Russisch leger ook bij, dan wordt deze Euro-Russische ruimte een wereldmacht. En de Euro-Russische ruimte heeft eigenlijk maar één keuze. Oftewel beseffen de mensen dat wij heel die ruimte, de structuren, daar praat ik niet over, hè, maar dat heel die ruimte samenwerkt, de buitengrenzen goed afsluit, goede akkoorden maakt met landen van buiten die ruimte, oftewel gaan we dat dus met Rusland, dus in die ruimte is Rusland bij, oftewel doen we het zonder de Russen, en dan vrees ik dat we het echt niet meer gaan halen. Dan gaan we echt vallen. Interessant dat door je voorzameling in Rusland, Francis. Ja, tegen. Maar ik wil een paar zaken laten opmerken. Ik hoorde daarnet zeggen, indien Amerika ons aanvalt, dan kunnen wij geen weerstand bieden. Dat is juist, en dat wordt aan toegevoegd, en dat is even juist. In Servië weten ze van, en ik zeg u, klopt, 100%. En als Rusland ons aanvalt, hebben wij ook geen kans. In Oekraïne weten ze er iets van. Voilà. En dat is een eerste antwoord. Ten tweede, ik hoorde u zeggen, en dat was eerlijk, ik hoorde u dat zeer zeggen, op die Russische weer. Dat sluit een klein beetje aan met wat u daar straks ervoor gezet hebt. Dat is dat wie daar Eurasië in handen heeft, de wereld in handen heeft. En de grote broer, dat is ook een uitdrukking die u een paar keer gebruikt hebt. Neem mij niet kwalijk. De grote broer interesseert mij niet. Ik heb een ekel aan Big Brother. Dat hij nu Engels spreekt of Russisch. Dat is een eerste zaak. Ten tweede, ik heb een hekel aan een wereldmacht dat heel de wereld verhoogt. Ik ben tegen een monopolaire wereld. Dat als die Amerikaans is, maar ik ben er heel tegen als die Russisch is, hoor. Voor mij is dat een hetzelfde. En waar ik voor pleit, en dat is een kans voor Europa, natuurlijk,
het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, ik geef toe. Dat is voor een sterk, moreel sterk ook, maar een sterk verenigd Europa van volkeren. Volkeren die allemaal op gelijke voet behandeld worden, die dezelfde rechten hebben. En ik denk dat dat kan. Indien Rusland, en ik begrijp dat, goeie, laten we zeggen, zich omsingeld moet, ik heb daar straks gezegd dat ik begrijp. Dat is er toch een eenvoudige oplossing voor. Dat is vertellen aan de Letten, aan de Esten, aan de Litouwers, aan de Polen. En dan weet ik wat er allemaal zit. De Georgiërs, de Kirgizen en de Tajiken. Voilà. Wij respecteren u. Blijf wat ge zijt, ge mogen gerust zijn. Wij gaan uw nationaliteit respecteren, uw vrijheid en uw identiteit. Maar laat ons vrienden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet in het begin gemakkelijk zal zijn. Want natuurlijk, kan er ook niet aan doen, zij hebben niet al zo'n beste herinnering aan de Russen, nou, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat kan lukken. En als u zegt, Rusland is bereid om te helpen, wel, dan kunnen ze ook zo helpen. En ik ben dan hebben we een Europa waar broederlijk naast elkaar alle volkeren staan. En ik ben ervan overtuigd dat zo'n Europa tegen de wereld op kan. Maar een Europa dat door een of andere natie gedomineerd wordt, nein, danke. Dank u, Frans. Ik kijk in de zaal. Ik denk dat wij nog tijd hebben voor één laatste vraag, eigenlijk, vanuit de zaal. De zaal, en dan moeten we een stukje aan afsluiten. Ik zie daar één hand. Ik zie er vanachter nog eentje. Eén handje valt terug weg. Nee, doe maar. Eén vanachter. Ik heb een vraag voor meneer Van Lende, want u zegt van... Ja, maar het zijn toch neonaties, dus hoe zou het van kunnen dat zij dan contact hebben met Israël en zo? Dat zei je toch? Nee, ik zeg dat beweerd wordt. Hè? Ja, dus ik stel de vraag van, het is toch algemeen geweten dat John McCain naar het Maidan-trein is gegaan, dat Klitschko daar aanwezig was en zelf de Fransman Levy daar aanwezig was, dus dat is toch vreemd? En verlof dat ook! Dat is toch heel vreemd om aan die mensen pseudo-neonaties om een schouderklopje te zien geven. Het is ook geweten dat het eerste wat de leider van de private sector had gedaan toen ze dan de macht hadden overgenomen, was dus een gesprek met de ambassadeur van Israël in Kiev. Het zijn toch toonaangevende elementen die men toch moeilijk kan ontkennen. Dat was mijn vraag. Ik zou zeggen, met een ambassadeur spreken, betekent zichzelf niks. Zelfs ik heb verschillende keren met ambassadeurs gesproken. Ik heb zelf een paar keren met de Russische ambassade gesproken. Dat is de eerste zaak. Dus ik weet niet wat dat klopt, hè? Maar dat, ten tweede, nogmaals, het verhaal, het stinkt naar propaganda, naar wat ik noem de reductio ad Hitlerum. Telkens dat het verkeerd loopt, is er iemand die Hitler bovenhaalt. Pas op, ik ben ervan overtuigd, aan beide kanten, hè? Aan beide kanten. Maar horen vertellen dat die mannen van het Maidanplein, dat dat allemaal fascisten zijn en neonazis, wordt dat toch een klein beetje, ik zeg niet dat er geen zijn, dat kan, maar een klein beetje moeilijk is als je weet wat de nazi's van Oekraïne dachten. Wat de nazi's dachten dat de Oekraïners ondermensen waren. En hebben ze ook zo behandeld. Maar goed, bon, misschien hebben ze slecht geheugen, dat kan zijn. Of sommigen. Hè. Maar aan de ene kant zeggen, het zijn allemaal neonazi's. Maar ze worden door Israël in opdracht van de Wereldbank of omgekeerd, weet ik veel. Nee, dat is propaganda. Dat is propaganda, punt aan de lijn. Het gaat daar over een strijd tussen verschillende machten, helaas, waar, zoals altijd, kleinere volken, in dit geval Oekraïne, maar het zou even goed bij ons zijn, ergens tussen zitten. En het is mijn visie, dat hoeft de uur niet te zijn, ik sta aan de kant van de kleinere volken, want ik vertegenwoordig zelf, enfin, nu niet meer, ik heb 20 jaar wel gedaan, een kleiner volk. En ik heb me er altijd in thuis gevoeld. En dus elk volk dat strijdt voor zijn identiteit in de wereld, is voor mij een broedervolk. Van waar het ook mogen komen, ik zal u shockeren van welk ras het ook mogen zijn. Verand even. Maar wie strijdt voor eigen identiteit, is mijn broer. Wie de identiteit der volkeren bedreigt, is mijn vijand. En dat is een van de redenen waarom ik mijn verzet tegen de Verenigde Staten. Dank u, Francis. Ik denk dat we daar meer stilgezamen
wat Francis betreft een mooie afronding geven van zijn betoog. En nu zou ik toch Chris ook nog het woord willen geven om eventueel in dezelfde zin de laatste woord te spreken. Ja, en dan kunnen wij het debat afronden. Ja, oké. Ten eerste, in de Krim is er geen oorlog. Oorlog betekent, er zijn doden. Weet u op militaire basis hoeveel doden er gevallen zijn in de Krim? Twee. Nee, dat waren civiele gevechten. Ik bedoel, militaire schoten. Hoeveel mensen hebben de Russische militairen afgeknald? Die 16.000. Hoeveel? Nul. Dus zo erg oorlog is dat. Een ander punt. De Russen komen binnen en vandaag, of was gisteren, heeft het laatste Oekraïense bootje de Russische vlag gehezen. Dus er gebeurt niks. En al die Oekraïense troepen die lopen over, die geven zich over een deel terug. Want een deel van de Oekraïners zijn Russen. En die zeggen, ik schiet niet op mijn volk. Maar nu gaan we terug naar vandaag. Ik blijf herhalen wat ik altijd wil zeggen. En daar verschil ik met mijn opponent over. Dat volkeren recht hebben op eigen identiteit, cultuur en wat dan ook, absoluut. Maar ik zeg één ding. Niet alle separatismen zijn terecht. Kosovo, daar ben ik tegen. Mocht bijvoorbeeld in Rusland een of ander volk zich, bijvoorbeeld neem nu de Caucasus, zich afscheuren, daar zou ik tegen zijn. Waarom? Want dat pleit tegen de belangen van heel Europa. Als Tsjetsjenië onafhankelijk wordt en Dagestan onafhankelijk wordt, dan staan daar binnen de kortste keer Amerikaanse raketten. Moet zo bezien. Het is of. Ik zou bijna zeggen, het is hier heel moeilijk om nog een derde weg te vinden. Hè? De enige derde weg die we hier kunnen vinden is tegenover dat wereldkapitalisme. De enige derde weg is een alliantie van Europese volkeren, van Gibraltar tot Vladivostok. En gebruikmakend van onder andere de militaire slagkracht van het huidige Russische leger. Als Rusland zich totaal zou afkeren van Europa, dan gaan wij het voelen. Wilt u in Kiev op een dag zien dat Kiev vol pizza-bar staat? Vol McDonald's, zal je dat maar opnemen? Of staat daar vol. Ja, maar het is symbolisch praten. Nee, maar in Moskou is dat ook. Hè? Tuurlijk. Te veel. Dat is waar. Maar, ik zie er één ding van, die McDonald's zijn eronder gekomen in de jaren 90. Het is een gegeven, oké. Ik ga u een voorbeeld geven wat de moskeeën betreft in Moskou. Daar heeft de overheid gesteld. Er komen er geen meer bij, want er zijn er al genoeg. Dat is de lijn die we moeten volgen. Met Rusland hebben we meer kans dat we een Europese politiek volgen die goed is voor het gezin. En wat goed is voor de gezinnen, is goed voor het volk. Een Europa, ik zou bijna zeggen, waar dat niet oneerbiedig bedoeld, maar waar de oudere garde nog van droomt, zodat gekend dat niet Moskou, niet Washington, dat is naar mijn mening totaal onmogelijk. Ik denk, we zullen overleven met Rusland of we zullen niet overleven. Dank u. Dames en heren, rest mij nog natuurlijk om de twee sprekers hier, de debatmensen, zeer hartelijk te bedanken. Ik ben van mening dat datgene wat we vooraf van dit debat eigenlijk een beetje hadden aangekondigd, dat is dat we er allicht iets van zouden leren, dat hier vandaag ook wel gebeurd is. Dat we aan de ene kant inzicht hebben gekregen in de redenen waarom, en ik heb Francis ingeleid met telg van de traditionele beweging zich zeer sterk keert tegen die interventie van Rusland, terwijl we via Chris denk ik toch een heel interessante visie hebben gekregen op de manier waarop in Rusland hierover gedacht wordt en de redenen waarom Rusland toch niet dat het hier in actie moet komen. Ik denk dat hier ook een aantal stellingen verkondigd zijn die prikkelend zijn, uitdagend zijn om verder over na te denken, om verder de actualiteit te volgen en om verder standpunten te bepalen. En dus kom ik opnieuw terug bij mijn input. Hartelijk gefeliciteerd aan de organisator en ik geef het woord terug aan de prezes. Ik denk dat we eerst misschien een applaus kunnen geven voor de tijd.